Gezondheidsminister Amara Madin trekt aan de bel en adviseert mensen die gevoelig zijn voor luchtweginfecties liever een neuskap op te doen in verband met de stofwolk die sinds gisteren over Suriname trekt. Vandaag, voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering, zei de bewindsman dat het gaat om een stofwolk die vanuit de Sahara-woestijn in Noord-Afrika is opgewaaid naar het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. Er is inderdaad sprake van een de Sahara Dust, de Sahara Airlayer, SAL, om het zo te noemen, die zich verplaatst richting de Atlantische Oceaan en in diverse delen van de noordkust van Zuid-Amerika, maar ook Caribisch gebied heeft daar last van. Ik zag gisteren ook Sint Vincent en Grenadines die ook daar last van heeft. We hebben toch wel behoorlijk last van. Er is voorspeld tussen 31 januari en 3 februari dat we behoorlijk last gaan hebben. Met name, het zijn fijne stofdeeltjes die vanuit de Sahara-woestijn binnenkomen. En dat behoorlijk problemen kan geven aan personen, met name luchtwegklachten kan veroorzaken. Dus personen met luchtwegaandoeningen zoals astma en andere zaken, COPD, die worden geadviseerd om zoveel mogelijk binnen te blijven. Die worden geadviseerd om een mondmasker aan te doen. De minister geeft verder aan dat er nu al veel griepgevallen voorkomen. Zieke mensen zullen nog meer last ervaren van de stofwolk. Bij mij heb ik het al gemerkt dat je constant moet hoesten. Dus het is verstandig om een mondmasker op te doen in deze 4-5 dagen. En we hopen dat het zo snel mogelijk is. Het is een natuurlijk fenomeen. Dus het is eigenlijk denk ik voor het eerst dat Suriname er last van heeft. En in het verleden hebben andere Caribische landen wel last van gehad. Maar het heeft allemaal met de windstroom, met de richting van de windstroom te maken. Dus het zal een paar dagen duren, het is niet leuk. Maar we moeten de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. En ook op de SCH zullen de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden. Want we zullen zeker wel meer personen krijgen met luchtwegverschijnselen. De verwachting is dat tussen 31 januari en 3 februari er een toename zal zijn van deze stofdeeltjes in onze atmosfeer. Het is een natuurverschijnsel waarmee de samenleving even moet leren omgaan en Ramadan doet het verzoek om liever binnenshuis te blijven.